Ik kon niet meer doorgaan op mijn oude manieren. Ik werd ook geforceerd. Ik kwam in een burn-out terecht. Toen in een depressie. Daar wordt ook steeds meer over gesproken. Dat is goed. Ik ga er vanavond ook een beetje over hebben. Je zit niet gelijk midden in een depressie. Dat is niet hoe het werkt. Het bouwt zich op. Je krijgt waarschuwingen. Je lijf geeft je waarschuwingen. Het begint met paniekaanvallen. Ik had nog nooit een paniekaanval gehad. Althans niet waar ik bewust van was. Helemaal rare, enge dingen zijn dat. Het zit allemaal tussen je eigen oren. Er is geen concrete tegenstander. Hoe ga je daarmee om dan? En dan krijg je heftige paniekaanvallen. En heftige paniekaanvallen zijn niet tof. Want bij een heftige paniekaanval denk je dat je een hartaanval krijgt. Oké, het is wel toffer dan echt een hartaanval krijgen. Dat dan weer wel, als we toch aan het vergelijken zijn. Maar dat weet je niet op dat moment. Je denkt echt dat je een hartaanval krijgt. Mijn eerste heftige paniekaanval was in de ochtend. Ik werd net wakker. Snap je dat dat een beetje extra kut is? Ik werd net wakker. Ik had op zich redelijk goed geslapen. Begin aan mijn nieuwe dag. Nee, gozer, je gaat doodgek. Hartaanval, laatste dagje. En je krijgt al die hartaanval-symptomen. Steek je in je borst, in je linkerarm. En met langzaam werd het zo zwart. Ik dacht, nee man, ik wil niet dood. Dus uit reactie ging ik naar boven rennen, naar mijn buurvrouw toe. Dat moest eigenlijk de eerste hint zijn dat het geen hartaanval was. Niemand kan midden in een hartaanval een sprintje trekken. Maar ja, daar denk je op dat moment niet aan. Ik wilde gewoon niet dood. Dus ik klop aan de deur bij mijn buurvrouw Nienke toe open. En mijn buurvrouw Nienke, die stond blijkbaar al achter de deur. Ze deed gelijk open bij de eerste klop. Nog een hartaanval. Teringzooi, stond je achter de deur, Engert. Wat doe je nou hier zo? Ik ga dood, die gek. Ik heb last van mijn hart. Ze bleef heel kalm, heel rustig. Oh, kom maar binnen, Patrick. Kom maar binnen. Heb je last van je hart? Ga maar even zitten. Ik pak even een glas met water. Komt goed. Dan dacht ik, Nienke heeft blijkbaar een EHBO-cursus gehad. En als je hartaanval krijgt, moet je gewoon een glaasje water drinken. Dan ga je weer lekker. En ik water, hè? Ja, maar ja, je hebt niks te zeggen, toch? Zal ik daar op de bank water te zuipen? Helemaal in mijn plaat. Op een gegeven moment kijk ik zo naar links. Zie ik haar vriend zitten. Die gozer woonde daar niet. Hij was blijkbaar op bezoek. Gozer keek me raar aan. Ik vergeet zijn blik nooit meer. Gozer keek me aan. Zei hij, gaat het? En ik denk, dat is niet wat jij wil zeggen. Het was duidelijk wat hij wilde zeggen. Hij wilde zeggen, wat doe je hier? In je boxershort bij mijn wijf? Ja, maar zijn blik haalde mij er wel uit. Toen was het voor mij duidelijk, ik heb geen hartaanval. Wat er gewoon wel aan de hand was, ik zat gewoon daar zo in mijn boxershort een glaasje water te drinken bij mijn buurvrouw. Niet meer dan dat. Ik zat nu iets te veel in het hier en nu. Ik mocht gewoon een beetje hier en nu vanaf. Ik verheugde me op dadelijk. Overspoeld door enorme schaamte, man. Ik wist ook niet wat ik moet zeggen. Ik ging naar Nienke toe. Ik zeg, dankjewel voor het water. Dankjewel. Ik ga voortaan gewoon weer water drinken bij mezelf, joh. Ik heb ook gewoon water thuis. Het is allemaal gekke werk. Ja. Oké. Nou, fijne dag. Gozer. Ah, man. Dagenlang daar last van gehad. Dagenlang. Nee, los van die paniekaanvallen. Gewoon het idee dat ik daar in mijn boxershort stond. Wat ben je nou aan het doen, joh, Petty? Wat ben je nou aan het doen in je leven? Dit gaat niet goed, dit. Op een gegeven moment krijg je meerdere paniekaanvallen. Op een gegeven moment wen je eraan. Ik heb er nu één. Boeien. En dan kom je in de volgende fase. Ook niet tof. Ja? Je kan niet slapen. Je kan niet slapen. Ja? Je komt niet tot rust. Je hebt zoveel gedachten. Je komt niet tot rust. De ene gedachte is niet eens afgemaakt. Die andere komt er alweer overheen. Ik heb het helaas over echt niet slapen. Want er zijn ook mensen die doen daar stoer over. Van die zogenaamde workaholics. Ja, ik slaap wel wanneer ik dood ben. Nee. Je gaat dood als je niet slaapt. Je hebt slaap nodig. Geloof mij nou maar. Ik vond het ook heel ingewikkeld dat ik niet meer kon slapen. Want het was nooit ingewikkeld. Het was altijd vrij simpel voor mij. Ik deed exact hetzelfde als al die jaren daarvoor toen het wel werkte. Net als waarschijnlijk iedereen. Namelijk, op een gegeven moment denk je van, nou, ik vind het wel welletjes geweest voor vandaag. Ik ga eronder liggen. Ik ga me afsluiten, jongens. Ga je nest in, doe je dekens over jezelf. Ogen dicht. En op een gegeven moment is de volgende dag. Dan zul je slapen. Het is heel frustrerend als dat niet werkt, hè. Ik wil pitten, man. Pitten. Het werd wel de volgende dag, maar ik maakte dat bewust mee. En ik was heel eigenwijs. Dus ik wilde niet naar de dokter toe gaan. Ik wil het allemaal zelf doen. Zelf medicatie. Hè? Dan ga je dingen zoeken op internet. Ik heb ze allemaal gedaan. Dit is allemaal op internet als je niet kan slapen. Het staat letterlijk op internet. Misschien moet je gaan rennen. Heb je te veel adrenaline in je lijf? Ga je gewoon rennen. Ga ik midden in de nacht rennen? Kom je een hoop gekkies tegen.
Schapen tellen, dat is echt een tip. Schapen tellen. Gewoon schapen tellen. Dan denk ik, oké, maar waar haal ik schapen vandaan dan? Bij geen boer of wel? Oma's recept, ken je die? Oma's recept? Dat is warme melk met honing. Ja. Dus toen kon ik niet slapen en ik moest de hele tijd naar de wc. Dankjewel, oma. Op een gegeven moment had ik 5 dagen niet gepit. 5 dagen. 5 volle dagen. En nogmaals, ik was eigenwijs. Ik was heel eigenwijs. Ik was ervan overtuigd dat ik niet overdag moet proberen te slapen. Gewoon dingen doen en in de avond pitten. En dan bouw je een ritme op. Maar helaas, als je zo lang wacht, dan ga je wel over je adrenaline. Je gaat over je grens heen. Dan zit je helemaal in je adrenaline. Dan kom je helemaal niet meer tot rust. Dus mocht je ooit in dezelfde situatie terechtkomen, en ik hoop het niet voor je, pit gewoon wanneer je kan. Ja? Ritme komt later. Eerst rust. Maar nogmaals, ik was eigenwijs. Ik denk, ik ga gewoon naar buiten toe. Gewoon normaal doen. Ja? Maar je komt er nou. Als je 5 dagen niet hebt gepit, dan ben je niet normaal, hè? Nee. Ben je zelf ook een gekkie. Ik kan je laten zien hoe dat eruit zag. Zal ik daar in mijn eentje op het terras zien? Ja, glimlachen naar vreemde mensen, omdat je in je broek schijt. Want je hebt geen weerstand. De ober komt langs. Wat wilt u drinken, meneer? Doe maar muntthee. Doe maar muntthee met honing. Ja, doe maar kanker met honing, maat. 5 dagen niet gepit. Uitgerekend die middag moest ik iets zien wat ik nog nooit had gezien. Uitgerekend die middag. Ik was al helemaal de weg kwijt. 2 tafels verderop. Er stond een gozer van ongeveer mijn leeftijd in zijn eentje een stukje appeltaartje met slagroom te eten. In je eentje een stukje appeltaartje met slagroom? Dan pas gaat het goed met je, Ray. Smullen in het openbaar. Nee, die scheidt toch, Ray. Een soort statement. Kom maar door, hoor. Ik heb het verdiend voor vandaag. Appeltaartje met slagroom. Lekker, hoor. Lekker bezig hier zo. Elke keer wanneer hij mij aankeek, dikke glimlach op zijn gezicht. Ja, goed voor elkaar, hoor, maat. Kan ik je vertellen? Ik heb het goed voor elkaar. Appeltaartje met slagroom. Ik hoop niet dat het ooit zo goed gaat met mij. Dat ik in mijn eentje een appeltaartje met slagroom aan het eten ben. De angst alleen al dat een vriend van mij langsloopt. Zo, pette, appeltaartje met slagroom. Ga goed met je, hè? Maar het ging niet goed met mij. Het ging niet goed. Elke dag ging nog slechter dan die dag daarvoor. Op een gegeven moment, ik kon niet meer. Ik was gesloopt. Dus ik trok aan de noodrem. Ben ik naar de spoedeisende psychiatrie gegaan. Ja, spoedeisende psychiatrie. Dat bestaat. Ik zeg, je moet me opnemen. Je moet me echt opnemen. Dit gaat niet goed. Maak eens zo snel en je duidelijk. Oké, meneer Laurij, we nemen niet zo snel op. Je moet een gevaar zijn voor jezelf of voor een ander. Oké, dat voerde aan als auditie. Ik denk, oké, ik snap hem. Ik kom terug. Ik ga eraan werken, hè. Wil je gekke shit zien? Maar ze hadden me niet opgenomen. Gelukkig niet. Dat is niet waar je wil zijn. Dat is echt niet waar je wil zijn. Het is ook heel lastig om uit te leggen hoe het voelt als je in een depressie zit. Dat valt niet uit te leggen. De beste manier hoe ik het kan omschrijven is dat het voelt alsof je er niet meer bent. Maar je bent er wel. En dat is tegelijk ook zo confronterend. Je kijkt met heel veel afstand naar je eigen lijf, naar mensen waar je om geeft, die om jou geven, naar je eigen omgeving. Maar het is een kleine stap om er daadwerkelijk niet meer te zijn. Dus de hele tijd om het hoekje te loeren, de hele tijd. Maak er maar eind aan, gozer. Maak er maar eind aan. De hele tijd. Je zit continu in angst. Dus slopen. En het scheelde niet veel of het ging voor mij die kant op. En logisch, dus ik ben heel blij en dankbaar dat het niet zo ver is gekomen voor mij. Helaas eindigt het wel zo voor een hoop mensen op die manier. Die kiezen er dan zelf voor. En het is een hele nare ziekte, daartoe kan het leiden. En dan wordt over die mensen gezegd, ja, die hebben opgegeven. Nou, laten we dat even gaan rechttrekken. Die hebben niet opgegeven. Die hebben geknokt, dat wil je niet weten. Geen enkel mens geeft ook op. Of je nou wil of niet, je gaat knokken. Elk mens, om een voorbeeld te geven, die in het water terechtkomt, die niet kan zwemmen, reageert exact hetzelfde. Die weet niet hoe die moet zwemmen, maar die gaat helemaal in paniek. Die wil niet verzinken, die wil niet verzuipen. Die gaat, je weet niet wat je moet doen. Het ziet er niet uit. Vingers in de lucht. Je weet niet wat je moet doen. Maar goed, je gaat knokken. Sterker nog, de reddingsbrigade, die worden opgeleid. Als iemand gaat redden van een verdrinkingsdood, ja, dan zijn ze bij diegene. En die gaat helemaal vastklampen aan die persoon. Dat heet death grip. Kom er niet uit. In dat geval verzuipen ze allebei, want die gozer kan ook niet bewegen. Dus, in dat geval, hardhandig, eerst diegene knock-out slaan en dan pas meenemen. Dat is echt zo. Moet je wel knock-out slaan, anders is het heel verwarrend en zielig. Dan geef je gewoon een map. Dan denk ik, wat ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het slaan, joh, maf, Kees? Wat ben je nou aan het doen? Ben je nieuw? Ben je stagiair? Pleur op, ik wil iemand anders hebben.
Ik wil iemand anders hebben. Hij is nog nooit geweest. Iemand in de geschiedenis van de mensheid. Iemand die in het water terechtkomt, die niet kan zwemmen. Dacht van, ja, ik kan toch niet zwemmen. Dus het heeft toch geen zin om te proberen, of wel? Nee, mazzel. Nee, je gaat knokken tot je niet meer kan. En het is ook heel confronterend voor je naasten. Voor je familie, voor je vrienden, voor je geliefden. Die zijn geen hulpverleners. Die zijn geen hulpverleners. Dus die kunnen niet zoveel doen. Het is ook heel vervelend voor hun. Je kan niet zoveel doen. Misschien zorgen voor wat eten, een bedje en een douche. En een hoop geduld. Uiteindelijk kwam ik bij een goede psychiater. Zijn goede artsen in Nederland, gelukkig. Eigenlijk was hij iets te goed. Nu we het toch over hebben. Hè? Iets te goed. Elke sessie in het begin liet hij me wel janken. Zo goed was die. Kijk, als je op een gegeven moment bent, als je toe bent aan herstel en dan ben je al aardig ver, dan voelt het ook alsof je opnieuw begint. Dingen die gezegd worden komen ook echt binnen, die raak je ook echt. Ja, mij althans. Ik weet nog een aantal dingen die hij zei. Hij zei, kijk Patrick, eigenlijk is het vrij simpel in het leven. Het is vrij simpel in het leven, je hebt liefde en de rest. Oh, die is goed. Oh, die is goed. Die komt binnen. Oh, die komt binnen. Liefde en de rest. Oh, ja, man. Zo voelt het ook. Zo voelt het ook, man. Eén keer zei hij ook, wat er veel over nadenken, weet je, of veel in je hoofd zitten. Zei hij, misschien vindt het interessant om te weten wat Plato zei over denken. Plato zei, denken is de ziel die met zichzelf praat. Meen je nou? Zei hij dat, joh? Zei hij dat? Die is mooi. Kan je mij deze mailen? Mail mij deze dan. Die wordt mijn nieuwe tato. Die wordt mijn nieuwe tato. Om mijn rug komt die. Om mijn rug komt die. Denk eens. Kutzo, hoe ging je ook alweer? Ik ben vergeten. Ga niet goed met mij. Ik kan niks onthouden. Op een gegeven moment dacht ik van, hey Pat, je hoeft niet elke keer te janken, toch? Met zijn mooie woordjes. Houd gewoon een keer droog. Dat was de opdracht aan mezelf, daar wist hij niks van. Toen kwam hij met deze, kwam die. Schud hem zo uit zijn mouw. Dus ja, kijk Patrick, als twee mensen bij elkaar komen, hè, en allebei met als doel te geven, dan krijgen ze ook allebei. Mee eens. Over geven gesproken, klootzak. Geef mij een zakdoekje dan, teringlijn. Geef mij een zakdoekje dan. Geven en nemen, man. Je hebt gelijk. Waarom doet niemand dat dan? Dat is toch raar? Op een gegeven moment wat mij eruit heeft gekregen, misschien ook wel goed om te zeggen, is toch hoop. Als je daar kan komen, hoop dat het anders kan, ook al weet je nog niet hoe. Want het zal veranderen. Heb geduld. Het zal veranderen. Hoop. Hoop en antidepressiva. Die twee. Toch medicatie uiteindelijk voor mij. Ik was heel eigenwijs. Eerst wilde ik het niet hebben. Ik had het toch gebruikt. Het heeft mij geholpen. Ik heb het nu afgebouwd. Ik ben er nu vanaf. Van de medicatie. Ik mis het wel een beetje. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Nu moet je zelf serotonine aanmaken. Zo heet dat stoffie. Serotonine. Hoe doe je dat dan? Gewoon rukken, gek. Gewoon rukken.